Tomatensala. Voilà. Ik wou altijd een communitykoor, een stadskoor, een koor van de gemeenschap hebben, omdat ik vind dat opera is voor iedereen. Ik geloof dat de visuele kant van een performing arts productie kan raken vanaf het moment dat hij een bepaald soort van zelfsprekendheid krijgt of een soort van interne logica. Het is een heel grote constructie met toch 74 koorzangers in totaal. Het koor van de opera, 24 mensen, plus een stadskoor van 50 mensen. En dan heb je de 7 solisten, waar 5 van die solisten ook nog eens allerlei verschillende personages zingen. Er waren enorm veel mensen die wouden meedoen, die wouden participeren in dit project. En we hebben de beste stemmen daaruit gekozen. Ook heel diverse typen van persoonlijkheden. En dat vind ik juist zo boeiend. Dan krijg je enorme, knappe energieën die samenkomen. Ik geef een hele grote taak aan de koorzangers, die een soort van poppenmeesters of ceremoniemeesters zijn. Als een soort van levend organisme of als één levend lichaam zijn ze op de bühne aanwezig en laten ze alle scènes voortdurend morfen in een andere opstelling, in een ander decor of scènebeeld. En daar is heel veel oefening voor nodig om dat heel vloeiend en soepel en vanzelfsprekend te krijgen. En ik hoop dat je hier ook het gevoel krijgt dat al die ceremoniemeesters, die poppenspelers, die koorzangers, die rollen combineren, dat zij ons het gevoel geven van kijk, de tijd blijft verglijden, alles blijft doorlopen. En te midden daarvan heb je dat tragische verhaal van Vichtis. Ze hebben verschillende functies in de opera. Enerzijds zijn ze natuurlijk een deel van de gemeenschap, zal ik maar zeggen. Anderzijds hebben ze ook een functie van klank maken. Dus je gaat eigenlijk op bepaalde momenten ook horen dat ze op verschillende plaatsen van in het gebouw zitten om de ruimte te bespelen. Ik moet zeggen, voor mij is dit een onwaarschijnlijk mooi moment om alle groepen, alle mensen van de stad samen te krijgen in dit geweldige gebouw. Dat is al een hele opera. Super, super. Goed.